En de maand oktober is wereldwijd uitgeroepen tot de borstkankerbewustwordingsmaand. En dus is er door de stichting Pink Ribbon Suriname ook de gehele maand aandacht besteed aan het onderwerp. Om de activiteiten af te sluiten werd zaterdag de Pink Ribbon wandelloop gehouden. Aranza Swedo maakte voor u het volgend verslag. Pink Ribbon voorzitter Jennifer Bromet vindt het belangrijk dat vrouwen hun borsten op tijd laten onderzoeken, omdat het ook veel ellende kan voorkomen. Goed opletten op je lichaam, op je borsten. Jij alleen merkt als er iets vreemds is of iets raars. Ga op tijd naar de dokter. Karen en ik weten er alles van. We zijn beide survivors. We zijn op tijd naar de dokter gegaan. En we staan hier nu 10 jaar Pink Ribbon en we leven nog. Dankjewel, gelukkig wel. Thank God. Juist. Dus nogmaals, ga op tijd naar de dokter als je iets vreemds vindt. We blijven het hameren vanuit Stichting Pink Ribbon Suriname. Let op je lichaam, let op je borsten. Laat je onderzoeken. Ik wens jullie allemaal een prettige wandelmiddag. En tot ziens. Dankjewel. De beweging om bewustwording op gang te doen komen stopt niet bij de wandelloop. Bromet zegt dat er een campagne is opgezet om dit te stimuleren. De organisatie zal dus verdere stappen ondernemen om dit doel te kunnen realiseren. Voor mij is het belangrijk. Ik ben een borstkankerpatiënt. Eigenlijk nog steeds. Dus ik ben aan het recoveren. Dus 2 jaar terug heb ik dus borstkanker gehad. Dat is eigenlijk belangrijk omdat je weet dat je niet stil moet zitten bij een of andere klobber die je mag voelen. Zeg maar, voel je een klobber aan je borst, dat je niet blijft hameren. Dat je gelijk die onderzoek staat. Ja, ik vind het heel goed, maar dan nog is een maand niet voldoende. Want in een maand kan je dan nog niet zoveel jonge dames trekken om te geloven dat borstkanker echt iets is waaraan je echt aandacht moet besteden. Er moet echt gewoon awareness komen en een maand is niet genoeg. Maar dan again, moet de mens zelf ook moeite maken om informatie te zoeken daarover en zich te gaan verdiepen erin en kijken wat het eigenlijk inhoudt. De beweging om bewustwording op gang te doen komen stopt niet bij de wandelloop. Bromet zegt dat er een campagne is opgezet om dit te stimuleren. De organisatie zal dus verdere stappen ondernemen om dit doel te kunnen realiseren.